Sarah, you can call me Sally. So please go in and enjoy the music for 5 minutes. Please, real loud. En zondag praten we van mijn wachtstand van de Bertelkos. We zijn hier niet bij. Dan gaan ze hier heerlijk kijken naar die schitterende ondergrondpijn. Met de Japanese Amida voor. En dan de Amerikaanse Amida. En de Siberian Husky. En de Alaska Valleys. En de Chico Green. Ik zit ik eruit aan de Sammy Heen. Witsland, grappig is. Joehoe! Mexicaanse namen, Witsland, Ciao Ciao, Das Enti, Portugees, de Wolfsrijd. En Japanse spits, toen werden we daar eigenlijk in. Veroase, kleine. Video, Peskeuter Spets, dit is Oranje, dit is klein, en dit is nog klein, en dit is nog kleiner, dat zijn ze. Vroeger heeft deze Kees achter de voorwolde, maar de FC besloot, die had nog dan tijd in het... Wetenschap gebied, ik dacht dat de oertypen erbij moesten beneden, om te spitsen en oertypen. En daarmee zijn er een aantal honden uitgevoerd. Onze oude voet, Windhonde, na deze vijf verhuisd. En u mag raden welke honden dat betreft. Kenmerkend voor deze groep is dat zij allemaal staande oren hebben in de meeste gevallen, behalve de broeken staan al zo echt mooi. En de kulde staat. Alle beste van de vastgoedschrijver van de voorbereiding van week 3. Alle beste van de vastgoedschrijver van de voorbereiding van week 3. Mag ik keurmeester Augustus de Wilde vragen om ook naar de voorbereiding te gaan van week 3. Augustus de Wilde naar de voorbereiding van week 3. Hij komt pakken. Zijn pakken, hè? In de Kees worden dus heel veel grote en kleuren. Allemaal bepaalde regels zijn klaar op elkaar. Ja, niet bij elkaar moeten zeggen. In de selectie de Japanese Pita en de American Pita en ook de Husky. Ciao, ciao. Dan zet die. En de Berkees, Pomeranian. Dat is de selectie. De anderen gaan de ring verlaten. Even rond. Even naar die prachtige rond kijken. Ricky! Ricky! En daarnaast weer.